Ja, welkom dames en heren bij deze eerste aflevering van de F1 2020 game. Voordat we beginnen met de game mode, de nieuwe game mode, BD11th Team, gaan we eerst kijken waar wij staan überhaupt. Want het is lang geleden dat ik F1 games heb gespeeld. En deze wil ik weer echt heel veel gaan spelen. Dus ja, laten we kijken waar we staan. Welk niveau er nodig is. Het is racedag hier in Melbourne. We gaan verder met wat een van de beste Australische Grand Prix zou kunnen worden. Nou, ik ben benieuwd of dat zo is. Wel heerlijk dat Olaf Mol erin zit ook vanaf deze editie trouwens. Hier was de start van ons allereerste potje. Slechts op niveau 20, de moeilijkheidsgraad van de AI-coureurs, zeg maar. Je kan tot 110, dat is de max. Wij reden hier op 20. Dus het was eigenlijk vrijwel direct best wel makkelijk. We reden geen perfect rondje. Ik pakte best wel wat gras mee. Hier zie je op het begin dat iemand mij probeert in te halen. Het is Vettel, maar dat lukt hem al niet. En we racen eigenlijk niet eens zo heel goed. Als je kijkt, hier pakken we wat gras mee. En hier doe ik dat nog eens een keertje rustig. En hier nog een keer. Lekker gras maaien. Dus ja. Het staat duidelijk te makkelijk. Je ziet ook hier al dat wij best wel wat voorsprong hebben. We hebben de snelste ronde. We rijden best wel ver vooruit. Dus ik besluit om dit potje te staken. En gelijk de moeilijkheidsgraad wat hoger te gooien. Wat ik alleen niet besefte, was dat ik niet de moeilijkheidsgraad van de AI omhoog zette. Nee, Kevin zette de moeilijkheidsgraad van zijn eigen auto omhoog. En dat betekent dat je zelf omhoog moet schakelen. En dat besefte ik hier nog niet helemaal. En toen dacht ik, wat gebeurt? En toen opende ik het menu in plaats van opschakelen. En ik wist niet wat er gebeurde en wat ik moest doen. Ik kwam niet meer uit het menu. Ik was helemaal in paniek. Nou, uiteindelijk lukte het me. Oh ja, ja, schakelen. Boom! En ik knal volle bak op Grosjean. Ja, dat proberen we nog een keer. Oké, ik heb dus nu de moeilijkheidsgraad omhoog gezet van mezelf. Kan ik dit? Omhoog schakelen. En naar z'n 3. En naar z'n 4. En naar z'n 5. Veel te laat, maar je ziet dat het allemaal helemaal rood uitslaat. Van wat doe je? Schakel omhoog alsjeblieft. Hier doe ik iets terugschakelen, maar ik hou iedereen op. En oh, dan kom je erachter dat ook sturen een stukje lastiger geworden is. Ik hou nog dapper vol, maar ik moet zoveel tegelijk doen ineens, wat ik niet gewend ben. Ik heb blijkbaar een botsing, wat ik niet eens heb opgemerkt. En hier zou ik weer moeten remmen en ik knal weer volle bak op Hamilton, de wereldkampioen. Ja, dat kun je niet maken. Dus, we proberen het nog één keertje, dames en heren. Ik heb hier zo, op het circuit, mijn niveau teruggezet naar beginner. Of in ieder geval naar amateur, geloof ik. Beginner is echt helemaal niks. Amateur is de stap daarna. En ik heb de moeilijkheidsgraad van de coureurs gezet op 50. Dus van 20 naar 50. Nu zie ik alsnog dat wij best wel gewoon vooruit rijden. Maar we hebben natuurlijk ook best wel een snelle auto. Een Red Bull voor Max Verstappen. Dus dat is ook niet de slechtste auto die je kan hebben. Ik maai hier wel Vettel gewoon zijn kans op de overwinning weg. Door hem een mooie spin te geven. Daar zal hij niet al te blij mee geweest zijn. Want hij raakt ver achterop. Maar dan merk je wel dat echte grote jongens. Kijk, ik maak nog steeds schoonheidsfoutjes. Ga je hier best wel wijd. En dan merk je wel dat de grote jongens als een Bottas, als een Albon, Leclerc best wel dichtbij komen. Hier ga ik ook gigantisch wijd. Veel te laat geremd. En dan zie je dat zij gewoon veel meer snelheid hebben. En dat is een beetje wat ik zoek. We hebben zometeen een best wel, nou ja, we zijn het langzaamste team, theoretisch gezien. We zijn het 11e team. We zullen ons moeten opwerken. Je moet ook niet verwachten dat we in de eerste races zometeen al allemaal punten gaan scoren. En dat ik overal eerste eindig. Dat is niet het doel van die serie. Je moet echt gaan opbouwen. En dat is een beetje wat ik hier probeerde vast te stellen. Welke moeilijkheidsgraad zit ik? Wat is ongeveer mijn niveau? En hier zie je, ik heb een Red Bull die zou moeten kunnen competen op zich wel met Mercedes, met Ferrari. En die halen me wel in, zeg maar. En die challenge ik wel. Hier zie je ook dat Leclerc best wel snelheid maakt en bij me komt. Dat is ook op zich best wel logisch, omdat hij in mijn slipstream rijdt. Maar, even kijken. Hier haal ik hem volgens mij nog terug in. Nee. Ik laat me wijd gaan en dan is hij me voorbij. Dus dit is het niveau wat we nodig hebben. 50 moeilijkheidsgraad voor de AI. En we spelen voor onszelf nog op amateur. Om te zorgen dat we niet te veel tegelijk al moeten leren. Welkom bij mijn team.
Hier beleef je de wereld van Formule 1 niet alleen als coureur, maar ook als eigenaar van een gloednieuw Formule 1-team. Als eerste moet je je personage kiezen. En zo zitten we in één keer in de nieuwe game mode. We moeten een personage kiezen. Dit ben ik. En ik moest mijn helm ook direct samenstellen en natuurlijk ook het pak en de kleuren. En ik heb een beetje gezocht naar de kleuren van het 1UP logo. Van de 1UP Hub. Dus dat zwart, dat rood, dat wit. Die drie basiskleuren. En dat vond ik wel cool bij elkaar passen. En dat deed ik dan ook in ons pak. Toen vond ik deze. Die vond ik er wel cool uitzien. Zeker als je dan dat middelste vlak helemaal wit maakte. En met dat zwart en dat rood een beetje ging spelen. Kijk, dus dat vond ik er best wel cool uitzien. Dat past wel een beetje bij het stijltje van ons kanaallogo. De handschoen heb ik dat ook geprobeerd een beetje door te drukken. Ik was hier nog een beetje aan het switchen van wat maak ik zwart, wat maak ik wit. Uiteindelijk heb ik hem zo gemaakt, dat vond ik het coolste. Geweldig. Laten we nu een aantal belangrijke details van je nieuwe team opzetten. En nu wordt het belangrijk, jongens. We beginnen makkelijk. Welke naam wil je je team geven? Nou, daar was ik al snel over uit. 1UP Hub is onze kanaalnaam. F1, en dan maak je natuurlijk F1UP Racing. Dat vond ik wel een... geslaagde naam, al zeg ik het zelf. Prima. We hebben ook een bron van inkomsten nodig, dus we moeten een hoofdsponsor tekenen. Onze hoofdsponsor zal een contractbonus aan het team betalen. Die is van vitaal belang om onze eerste investeringen te betalen. Ze leveren ook een waardevol wekelijks inkomen op. Elke sponsor wil dat het team een bepaald doel bereikt. Als we dat doel bereiken, betaalt de sponsor ons een extra doelbonus. En dit vond ik lastig, jongens, want hier moet je dus gaan bepalen welke hoofdsponsor je hebt. En nou ja, iedereen wil natuurlijk zoveel mogelijk geld hebben aan het begin van zijn seizoen. Maar je moet ook iets halen. Kijk maar even, hier links staat bijvoorbeeld alleen maar voltooi een volledig seizoen. Finish als 10e of hoger, dat zijn nog doelen. Ja, dat kan. Maar op een gegeven moment moet je al punten verdienen om überhaupt kans te maken op bonussen en word 8e, verdien 5 punten en dat vind ik al tricky. Dat ik denk, ja, ik ben beginner, het is allemaal nieuw, dus we kiezen safe, gewoon die eerste. Zonder een power unit kan onze auto niet veel, dus nu moeten we een power unit leverancier zoeken. Onze power unit moet zowel prestaties leveren als duurzaam zijn, maar we moeten ook onze financiën in de hand houden. Er zijn tal van andere gebieden waar we ons geld ook in moeten investeren. Duidelijk. Ik kies denk ik gewoon voor Honda. Dat is ook de motor van Red Bull. En dat is toch een beetje, als ik Formule 1 kijk, het team waar ik naar kijk. Dus let's go, we kiezen Honda. Onze power unit moet zowel prestaties leveren als duurzaam zijn. Maar we moeten ook onze financiën in de hand houden. Volgens mij zei je dit net ook. Er zijn tal van andere gebieden waar we ons geld ook in moeten investeren. Onze power unit moet zowel prestaties leveren als duurzaam zijn. Goed, we moeten een coureur kiezen. En dat is onze tweede coureur. Wij zijn de eerste, maar je bent altijd met twee wagens in de Formule 1. En we moeten dus een tweede kiezen. En hetgene wat er gelijk uitspringt bij mij is Schumacher. En nou ja, jullie kennen waarschijnlijk allemaal wel de naam Michael Schumacher. Dat was gewoon een hele bekende Formule 1 coureur. En ik had zoiets van ja... We moeten natuurlijk een beetje namaken. We zijn een net nieuw team. Je wil een beetje merchandise verkopen. Je wil naam voor jezelf maken. En hij was ook nog eens vrij goedkoop ten opzichte van de rest. En hij had best wel veel snelheid, tempo, 75. Dus ik koos Mick Schumacher. Onze power unit moet zowel prestaties leveren als duurzaam zijn. Kies de kleurstelling waar we dit seizoen mee gaan rijden. We kunnen gedurende het jaar meer sponsors aan de auto toevoegen en... Maak je geen zorgen. Onze look kunnen we altijd aanpassen vanuit het hoofdkantoor. Goed, we hebben dus de makkelijkste sponsor gekozen. We hoeven alleen maar een heel seizoen te voltooien. Nou, dat moet lukken, dames en heren. En we hebben de tweede driver. En we hebben de motor. Dus dat ziet er allemaal goed uit. Nu mogen we bepalen hoe de auto eruit ziet. En dat vond ik wel leuk, hoor. Wederom heb ik gekozen voor een auto met 3 kleuren. Er zijn er ook heel veel met 2. Maar ik wilde per se die kleuren die in ons pak zitten van het 1UP logo... wilde ik ook laten doorvoeren in de auto. Dan zat ik wederom te spelen met wat maak ik wit, wat maak ik zwart. Maar ik denk dat dit hem uiteindelijk geworden is. Best tevreden. Nu hebben we een badge nodig voor ons team. Kies een bestaande badge en bewerk deze. Of maak er zelf een. Nou, dan gaan we een badge maken. Ik wilde dat flesje proberen na te maken, maar dat kan eigenlijk niet.
Dus ja, ik heb een beetje gekeken van, wat lijkt een beetje. Dit flesje, smal van boven, wat breder aan de onderkant. En dan de inhoud moest een beetje rond zijn. Dus toen heb ik een beetje dit gekozen. Dat het een soort van in de buurt komt bij ons YouTube logo. Goed, meer hebben we niet nodig. Je kunt alles dat we tot dusver hebben gedaan nog aanpassen. En we komen hier aan het begin van elk seizoen terug. Als je er klaar voor bent, ga dan naar het Team HQ, zodat we onze reis naar de top van de Formule 1 kunnen beginnen. Dat is goed, dat gaan we doen. We doen natuurlijk 22 races, gewoon volledig. Let's go. En hier zie je dat ik bij dynamische racelijn alleen de bochten heb gekozen en de niveaus op 45 heb gezet voor het inkomen bij de eerste race. Over 5, 4, 3. Hallo allemaal en welkom op het hoofdkantoor van het nieuwste team van de Formule 1. We zijn hier backstage uitgenodigd voor een exclusief kijkje achter de schermen van wat wel eens het spannendste team ooit zou kunnen worden in de Formule 1. Welkom. De afgelopen decennia hebben we al talloze nieuwe teams de ring van de Formule 1 zien betreden, zoals Caterham, Manor, HRT en natuurlijk Haas. Mm-hmm, mm-hmm. Sommige bleven, andere werden gekocht of werden nieuwe teamleden. En sommige die hadden minder geluk en verdwenen. Nou, wij niet hoor. Maar let op, wat dit team zo speciaal maakt, is dat de eigenaar Kevin Domes ook de coureur is. Dit was iets wat in de goede oude tijd van de Formule 1 vrij veel voorkwam. Met legendes zoals Sir Jack Brabham, Bruce McLaren, John Surtees en Graham Hill, die allemaal in hun eigen auto's reden. Maar dat is iets wat tegenwoordig nog maar heel zelden voorkomt. En wat het extra bijzonder maakt, is dat niet alleen het team nieuw is binnen de Formule 1, ook de coureur maakt dit jaar zijn entree op dit hoogste podium. Zeker, zeker. Wat er ook gebeurt dit seizoen, je hebt de geschiedenisboeken al gehaald. Vertel eens, kan je de enorm zware taak van zowel het managen als het rijden van een Formule 1 team wel aan? Vast niet, maar als ik dat nu ga zeggen, dan komt dat niet zo goed over. Dus laten we aangeven dat het goed gaat. Elk team heeft 2 coureurs nodig, maar wat sprak je aan in je teamgenoten? Eerlijk? Zijn naam, maar laten we dit zeggen. Niemand wil onderaan het klassement eindigen. Welk team ben je van plan te verslaan? Ik vond dit lastig. Ik kies voor Williams, omdat dat het slechtste team nu is. En we leggen de lat niet te hoog. Hoe verwacht je dat de auto aanvoelt op de baan? Snel, denk ik. Ja, nou ja. Alle andere teams hebben jaren ervaring op en buiten de baan. Hoe ben je van plan die achterstand goed te maken? Heel veel rondjes rijden. Maar dit zijn van die keuzes die je moet maken om je team te verbeteren. Dus ik ga voor brandstof. Inhalen is een belangrijk onderdeel van deze sport. Hoe heb je ervoor gezorgd dat jullie auto kan profiteren van elke kans die jullie krijgen? Nou, daarvoor zullen we power moeten hebben, denk ik. En tot slot, op welk van je nieuwe afdelingen ben je het meest trots? Weet ik niet. Duurzaamheid. Oké, bedankt voor uw aandacht en dit was het voor nu. Ik kan niet wachten om te zien hoe dit gloednieuwe team haar eerste Grand Prix zal gaan rijden. En cut! Geweldig interview, baas. Je weet precies waar het team aan heeft gewerkt. Dankjewel, werknemer. Ja, waarom noemt hij me baas? Goed, dit is het menu waar je inkomt voordat je een race begint. Hier kun je upgrades doorvoeren. Je kan nieuwe onderdelen in je auto zetten als die versleten zijn. Je kan je sponsors bijwerken, dat kan nu nog niet. Je kan de standen bekijken en je kan activiteiten toevoegen. Hier ging bijna naar het hoofdmenu, maar kijk, hier kun je dus bepalen wat voor activiteiten je wilt toevoegen om je team te verbeteren, je auto te verbeteren in aanloop naar bepaalde evenementen, zoals de auto-onthulling die eraan zit te komen, of bijvoorbeeld gewoon een komende race. Even die extra push. Dat doe je dus allemaal in dit menu en dat doen we voor elke race in een aflevering. Maar nu eerst de onthulling. Ja, dat was dan onze auto en we gaan direct de baan op voor de eerste vrije training. In komende afleveringen zal ik de vrije trainingen vrij kort in beeld brengen. Maar voor de leken onder ons, of misschien ben jij een beginnende Formule 1-kijker, laat ik even zien
wat de vrije trainingen inhouden. Zeker in de Formule 1 game. Want je kan daar best wel gewoon wat extra puntjes meesmokkelen en wat leuke dingen doen om de baan een beetje te leren kennen voor de kwalificatie in de race. Je hebt deze, dat is echt de baan leren kennen, de bochten leren kennen, welke lijn je moet rijden. En dan moet je dus door allemaal van die hekjes rijden. En zo leer je precies waar je op de baan moet zijn als je aan het racen bent. Dan heb je ook nog deze. Dat is zorgen dat je banden wat koeler blijven en leren hoe je die koel kan houden op een baan als deze. Je ziet bovenin dat balkje, dat groene en dat paarse. En je moet zorgen dat je rechts zie je namelijk dat balkje rood. En je moet zorgen dat het aan de goede kant van de tijd zit. Dus dat je een groen balkje hebt. En dat je banden ook in het groene of paarse gedeelte zitten. Zoals het nu heel even was. En dan verdien je dus punten. En dan weet je dat je je banden goed koel kan houden tijdens de race. Kijk, hier zie je dat we het gehaald hebben. En wat we dan ook nog doen, je kan nog veel meer verschillende onderdelen doen, maar wat ik altijd nog prettig vind om te doen, is om even een kwalificatierondje te rijden. Met dat aantal liters benzine in je auto, de zachtste banden. En gewoon om te kijken of je een beetje kan meedoen met de rest. Je team die zet een doel, die staat rechts in beeld. Die rondetijd is een beetje de tijd van jouw rivalen, wat er van jou verwacht wordt. En dan kun je gewoon eens kijken of je daaraan toekomt. En waarom ik hem deze keer ook laat zien, is omdat je ziet dat ik best wel een lekker rondje rijd. Ik rijd best wel goed mee met Bottas ook. Weet hem zelfs in te halen hier zo. Ik weet niet, hij rijdt op medium banden, dus hij is totaal niet bezig met een kwalificatierondje. Maar nou goed, we halen hem toch in. En we hebben best een prima rondje. Je ziet dat we de hele tijd een beetje sukkelen rond die doeltijd. En dan weer er net iets onder. Dan gaan we dus zo meteen weer net iets boven. Maar we weten hem wel te halen. En waarom ik hem laat zien is omdat we zo meteen de kwalificatie hebben. En ik doe alvast een disclaimer. Dat ik niet wist dat de kwalificatie, de eerste race, maar één rondje is. En als je dat ene rondje verpest, ja, dan heb je je kwalificatie verpest. Terwijl normaal heb je best wel gewoon een kwartiertje de tijd, zeg maar, om een kwalificatie te rijden. En dan moet je gewoon één goed rondje rijden. Zo gaat het in het echt ook. Maar goed, dat was in dit keer niet het geval. En dit rondje was dus eigenlijk beter dan mijn kwalificatierondje die je zo gaat zien. Kijk, ik ga hier best wel in een lekkere tijd eroverheen. 1.28.747. We gaan terug naar de garage. En dan is het tijd, jongens, voor de kwalificatie. De kwalificatie van onze allereerste race met dit gloednieuwe team. Ons eigen F1-team. Daar staan we, dames en heren. En we springen gelijk in die auto. Ik laat jullie het rondje zien. Dit was mijn rondje en ik was ook een beetje afgeleid. Hier zie je het nog niet. Maar omdat je dus eens een rondje rijdt, krijg je andere wagens op de baan te zien. Een soort ghosts van hun snelste rondje. Maar ik dacht, wow, verschijnen deze zo meteen? Moet ik hiervoor remmen? Kan ik erop knallen? Wat gebeurt er? Dus ik was een klein beetje afgeleid. Verder geen smoesjes hoor. Ik rijd ook niet het beste rondje. Ik ga een paar keer best wel net over het randje. Hier ga ik bijna het gras in. En volgens mij beuk ik zelf zo meteen nog. Hier zo in deze lange bocht. Oh nee, in de volgende. Beuk ik zelfs volgens mij nog even de zijkant met mijn banden. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Voor de rest rijden we op zich best wel mee met hun. Maar hier zie je, we gaan het gras in. En hier ga ik heel even een klein kusje tegen de zijkant volgens mij. Want dan wil ik naar de buitenbocht. Boom. Ja, dat is gewoon jammer. Dan zie je dat je hier al gelijk die bocht mist en dat je wat schade hebt aan je auto. En dan ga je gewoon wat minder langzaam. Ik vergeet ook mijn DRS aan te zetten. Dat zie je rechtsonder. Dat is een soort flapje die je opengooit op de achterkant van je auto om net wat sneller te gaan op lange rechte stukken. Dus eigenlijk vergat ik gewoon veel te veel in het kwalificatierondje. En daardoor was hij dus ook slechter dan de ander. We zijn hier bijna bij de finish. Laatste bocht komt eraan. En dan kunnen we die DRS opengooien. Doe ik dat nu wel goed? Ik ben benieuwd. Ja, nu doe ik het wel goed. Maar je ziet al, die 1.28, dat wordt hem al niet. We gaan zelfs de 1.29 in. En als je dan ook kijkt naar het klassement, zul je zien dat we eigenlijk met dat vorige rondje 15e hadden kunnen worden. Nu de kwalificaties zijn geweest, gaan we onze top 3 bekijken. Leclerc, Bottas en Alexander Albon. Nu de kwalificaties afgerond zijn, blijft alleen het hoofdevenement nog over. We zijn morgen live, zonder reclame, voor de Grand Prix. Vergeet dus niet te komen.
Ik zal er zeker zijn. We gaan naar de race. Het is eindelijk weer tijd om te beginnen met wat weer een spannend seizoen vol Formule 1 actie beloofd te worden. Tijd voorafgaand aan het seizoen, onderwerp van zoveel discussie de afgelopen weken, betekent nu niets meer. Want de auto's staan klaar. Welkom bij de Australische Grand Prix. Net ten zuiden van het centrum van Melbourne ligt het enige echte Albert Park circuit. 5,3 kilometer aan openbare wegen, uiteraard gesloten voor het weekend, vormen een hobbelig circuit met weinig glooiing. Er zijn 16 bochten om het meer en hier zijn ook een paar goede inhaalmogelijkheden. Mede dankzij de DRS-zones in bocht 1, 3 en 13. Begint Mercedes met een overwinning om uiteindelijk haar zevende opeenvolgende wereldtitel te behalen? Zullen Ferrari of Red Bull al snel voorop liggen? En hoe snel zal het nieuwe team met 22 auto's op de baan haar plaats vinden? Het is geweldig om terug te zijn, Bas van Damme. En we hebben dit jaar veel te bespreken. Dat klopt, Olaf. Het voelde als een lange winter. Maar het is fijn om weer terug te zijn. Ik denk dat de reguliere leiders het vooraan wel zullen uitvechten. Maar er zijn altijd wat probleempjes zo vroeg in het seizoen. Dus als je die het hoofd kunt bieden, dan blijf je vandaag vooraan. Zoals ik al eerder zei, we hebben dit seizoen 11 teams en een nieuwe deelnemer. Een eigenaar-coureur. En dat is iets wat we sinds Hector Rebak 4 decennia geleden niet echt meer hebben gezien. Hoe ziet het er tot nu toe uit? Sinds deze samenwerking werd aangekondigd, vroeg men zich af of ze het zouden overleven. En tot dusver hebben ze de beproeving doorstaan. Het is tijd om te zien hoe de coureurs erbij staan na de spannende kwalificatie van gisteren. Charles Leclerc start op pole position. En het is Valtteri Bottas die de voorste rij aanvult. En op de rest van de grid hebben we Albon, Verstappen, Lewis Hamilton en Vettel, Sainz, Norris, Ricciardo en Esteban Ocon. Kvyat, Gasly, Sergio Perez en Stroll, Magnussen, Grosjean, Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi. Russell, Schumacher, de rookie en Nicolas Latifi. En nu is het tijd om naar de baan te gaan. Ja, de rookie, dat zijn wij dus. Zo worden wij genoemd in het spel. En here we go. 5 rode lichten, ze zijn uit. We vertrekken voor de allereerste race in deze carrière-motor waarin we ons eigen team hebben. We duiken naar links, naar de buitenkant. Dat geeft ons zometeen een voordeel in de binnenkant. En je ziet dat we gelijk een aantal auto's voorbij vliegen. We remmen best wel laat. We duiken hier in die binnenbocht. En we weten ons als 14e gelijk neer te zetten. Dat is zelfs één plekje hoger dan ik eigenlijk had gehoopt voor die kwalificatie van het eerste rondje. Iemand probeert ons wel in te halen. Hier doen we een vies harde botsing tegen Norris. Sorry daarvoor. En ik vrees dat hij nog een keer gaat komen. Hij is gewoon een heel stuk sneller. We krijgen ook een waarschuwing, zag je heel kort boven in beeld. Hij is een stuk sneller. Hij probeert ons hier weer voorbij te gaan. En ik rem best wel laat weer. En dan geef ik hem weer een zetje. Gelukkig kregen we daar geen time penalty voor. Soms krijg je een straf van een aantal seconden die aan het einde van de race bij je wordt geteld. En dan heb je best wel een groot probleempje. Maar gelukkig was dat niet het geval. We hebben hem weer achter ons gelaten, maar hij is gewoon sneller. Dus hier laat ik hem eigenlijk een soort van passeren. En dat geeft ons een 10e plek. Een 10e, dat geeft ons 1 punt. Want in de Formule 1 is het zo dat de eerste plaats krijgt 25 punten. Dat telt zo een beetje door naar beneden tot de 10e. Die krijgt maar 1 puntje. En plaats 11 tot 22 krijgen helemaal niks. Dan krijg je gewoon geen punten. Dus we rijden nu 10e. We hebben 1 puntje. Die gaan we met man en macht verdedigen. En iemand die deze race onze rivaal zou kunnen zijn is Ocon van Renault. En die rijdt achter ons op dit moment 11e. In principe is zijn auto ook sneller dan die van ons. Maar tot nu toe houden we hem een beetje op afstand. Al zullen we zien dat hij snel dichterbij komt. Ik probeer Norris een beetje in te halen. Ik wil heel graag bij hem blijven, zodat we die 10e plaats kunnen verdedigen. En hun tempo, dat hele rijtje van 1 tot 9, is gewoon best wel snel. Dus dat proberen wij voornamelijk bij te houden. Maar wat ik merk is dat, oh kijk, en dat gebeurde trouwens ook nog. Pierre Gasly ging de race uit omdat zijn motor plofte en moet helaas stoppen. Ik was dus achter Norris aan het aanrijden, maar wat ik voornamelijk merkte is dat niet Norris dichterbij kwam, maar dat Ocon achter mij steeds dichterbij kwam en mij zelfs probeerde in te halen. En uiteindelijk lukte dat door een heel smerige beweging, al zeg ik het zelf, van hem, die we direct afstraften. Dat gebeurde hier. Wij rijden hier en hij rijdt inderdaad nog steeds achter ons. En wij vechten best wel voor ons plekje. En hij wil ook vechten voor dat plekje. En besluit om ons een zetje te geven in een bocht. Best wel vies. Kijk, hier gaan we naar links. En dan komt hij hier best wel dicht bij ons.
Zeker op dit stuk. Je kan die zijn DRS openzetten, dat flappy, waardoor die sneller gaat. Komt naast ons rijden en besluit mij van achteren te tikken op mijn achterwiel, waardoor ik het zand inga. Ik beuk hem keihard terug en daar verliest hij zelfs een stuk door. Kijk maar even mee. We zitten hier in de auto achter hem. Hij beukt mij dus daar het gras in. Ik beuk hem terug en hij verliest hier zo gewoon een stukje van zijn wagen. Niet helemaal ver, maar weet je, je moet mij ook gewoon niet het gras in beuken. Dat zorgt ervoor dat hij wel voor ons rijdt, maar hij de pitstraat in zal moeten. Dat kun je hier ook zien. Wij gaan hier nog verder en je ziet dat hij besluit om de pitstraat in te rijden om zijn auto te laten repareren. En dat geeft ons een belangrijke taak. Wij moeten nu zorgen dat wij zo snel mogelijk dit rondje rijden, want wij gaan het volgende rondje de pitstraat in. En ook wij zullen door onze botsing met Norris in het begin en natuurlijk ook met Ocon hier zojuist, dat we wat onderdelen zullen moeten gaan vervangen. Voornamelijk de voorvleugel, gok ik. Dus ja, wij moeten het rondje van ons leven rijden om zoveel mogelijk tijd weg te nemen bij Ocon, zodat als wij zo meteen uit de pitstraat komen, we alsnog voor hem eindigen en niet achter hem. Dat zou namelijk betekenen dat we nog steeds, ik denk niet dat we plaats 10 nog behouden, want we moeten best wel wat onderdelen vervangen, dat duurt best wel lang, maar alsnog hoog in het klassement zullen staan. We komen hier dan ook de pitstraat binnen voor ons, voor het vervangen. En je zal zien dat het best wel lang duurt. Je moet best wel wat vaart minderen. Normaal een paar banden steken duurt niet zo lang, maar die neusvleugel erop klikken, die voorvleugel, dat duurt best wel lang. We komen terug en zou het dan, mensen? Zou het? Ja, het zal. Kijk, daar rijdt Ocon. Hij komt aangecrossed, maar wij zijn nog net voor hem. We mogen hier tempo maken en dat betekent dat wij nog net voor hem zijn gedoken. Zelfs met het vervangen van een complete voorvleugel. En ja, dan zou je denken, dat begint het gevecht helemaal opnieuw. Je ziet al dat hij weer aan het aandringen is. En ook ik was bang dat hij weer zou proberen om me omver te beuken en voorbij me te gaan. Als het niet zo zou zijn dat ook de motor van Ocon een plofje doet. En dat zien we hier gebeuren. En dat betekent dat ook Ocon, degene die het ons best wel moeilijk maakte, uit de race lag. Hij parkeert hem lekker aan de zijkant. Daardoor racen wij best wel even alleen, totdat we hier dus weer bij de pitstraat komen. Want ik dacht dat wij de laatste waren die pitten, maar we waren een van de eerste. Heel veel mensen staan nu in de pitstraat, dus we vliegen van de 21ste plaats zo hoppa naar de 17e, 16e. En dat brengt ons eigenlijk weer een beetje terug in de race. We zien dat Perez voor ons rijdt, 3,5 seconden. En Kimi Räikkönen rijdt een aantal seconden achter ons. Dus we rijden best wel vrij. We hebben best wel wat ruimte om lekker onze lijn te rijden. Niet al te veel te vechten. Even de rust. En langzaam dichterbij te komen bij Perez. Dat is het doel nu. De auto voor ons rijdt dus op medium banden. Dat doen wij ook. Dus daar hebben we 3,3 seconden. Daardoor hebben we eigenlijk geen nadeel ten opzichte van hem. Hier zie je dat er nog meer wagens in de pitstraat staan en we kunnen er een paar mee snoepen. Kijk, daar hebben we de andere Alfa Romeo en we komen hier zelfs Stroll netjes voorbij. Zo, op aan de rechterkant in de binnenbocht steken we hem voorbij. En dat betekent dat wij achter Magnussen rijden. En die naamgenoot Kevin Magnussen, die moeten we natuurlijk wel eventjes inhalen. Eigenlijk is ons doel dat we beter dan Williams moeten zijn, maar ik merk toch wel gaande deze race dat we ook wel kunnen strijden met de Haas-auto's en met de Alfa Tauri's. Dus dat gaan we ook zeker proberen. Kevin Magnussen inhalen moet te doen zijn. En dat proberen we hier dan ook. We rijden achter hem en proberen een gaatje te vinden. Hier komen we op een recht stuk. Daar kan ik inhalen, want ik zit in zijn slipstream. Ik duik aan de binnenkant en vervolgens ben ik hem voorbij. Op naar ons volgende slachtoffer, namelijk Daniel Kvyat van Alfa Tauri. En dat is dus ook een wagen waarvan ik denk, die moeten we kunnen pakken. En dan zitten we al op plaats 11. Dat betekent dat we alleen nog Perez moeten inhalen voor dat ene puntje. En dat zou toch wel fijn zijn. We duiken hier aan de binnenkant, een mooie passeerbeweging. En we hoeven alleen nog Perez in te halen. En dat wordt een challenge. Ik probeer. Ik rijd de juiste lijnen. Ik pak de goede snelheid. En je ziet linksboven ook de afstand wel een beetje slinken ten opzichte van Perez. Het duikt eerst naar de 1.4, 1.5. Maar we zakken al langzaam wat terug naar die seconde. En die seconde is nodig, onder die seconde, om de inhaalactie in te zetten. We duiken er af en toe onder, af en toe boven. Maar we komen echt wel dichtbij. En ik had hoop om dat ene puntje te pakken.
als het niet zo zou zijn dat ik het zelf verpest in een van de laatste rondjes. We rijden op dat moment in rondje 14 van de 15. En ik rij op zich redelijk achter hem, maar de Alfa Tauri haalt me in nadat ik mezelf in het gras plant en daardoor snelheid verlies. Hij zit achter me, hij heeft alle snelheid die hij nodig heeft. Hij zit in een rechte lijn in mijn slipstream. Hij kan me makkelijk inhalen. Ik probeer hem nog een beetje opzij te duwen, maar dat mag niet baten. Hij zit voor me en ik ben zenuwachtig. En ik rij ook hier volle bak het gras in omdat ik te laat rem. Omdat ik hem die kans niet wilde geven. En helaas, dat betekent dat je eigenlijk genoodzaakt bent om te accepteren dat je 12e gaat worden in je eerste race. Wat totaal niet slecht is, ik vind het een mooie prestatie. We dachten dat we ergens in de 20 zouden starten. We zijn uiteindelijk 12e geëindigd. En dat is eigenlijk geen punten, maar een prima resultaat voor een allereerste race met een gloednieuw team. We zijn coureur van de dag. Ja, een mooie dag. Weer een geweldige Australische Grand Prix komt ten einde en het is een welverdiende zege. En Bas, wat heeft vandaag het verschil gemaakt? Ik geloof dat goed bandenbeheer op de baan en heel vloeiend rijden zeker hebben bijgedragen aan de overwinning vandaag. Die combinatie heeft ertoe geleid dat ze hun banden steeds weer optimaal hebben kunnen benutten. Deze ronde van het wereldkampioenschap is het tijd voor het klassement. Na zijn prestatie van vandaag pakt Valtteri Bottas de leiding over in het kampioenschap. Eens kijken Bas, wie vind jij een van de beste coureurs van vandaag? Ik ga voor de rookie. Ze hebben de banden optimaal benut zonder tempo in te leveren. Wat een goede vaardigheid om te hebben in de Formule 1 van vandaag. En zien hoe het met het constructeurskampioenschap staat. Mercedes is verder gestegen. Dat was onmiskenbaar een wild weekend bomvol Formule 1 actie. Ik kan niet wachten op het volgende. En ik ook niet. En ik hoop jullie ook niet, mensen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze allereerste Formule 1 2020 aflevering. Hopelijk vonden jullie het leuk. Laat het weten in de comments. Laat het weten door je like. Deel het met je vrienden. Deel het met je oma. Deel het met je buurman. En bedankt voor het kijken. Ik vond het superleuk. Ik hoop jullie ook. En ik ben echt hyped om meer afleveringen op te nemen. Dus hopelijk zie ik jou de volgende keer.